Een rouwdag. Dat gaat Een nooit zwarte weg. dag. Hier stond zijn fiets tegen die boom aan. Nou, die markeerde natuurlijk niks. Ik heb een foto van Annie dat hij op dat blok ligt. Daar is hij aangereden, of in ieder geval daar is hij op het asfalt terechtgekomen. Je ziet het allemaal nog voor je ja. En het gaat ook nooit weg. Zoals met deze dagen. Ja, dat komt weer heel dichtbij, hè? Ja, wij wisten niet beter als... Nou ja, hij had zijn been gebroken. En hij heeft zelf ook niet in de gaten gehad dat het zo erg met hem was. Want hij had nog gezegd tegen de dokter... Als jullie maar zorgen dat mijn been weer in orde komt, dat ik weer kan fietsen. En toen kwamen ze ineens zeggen dat hij was gereanimeerd. Operatie was stopgezet en hij was gereanimeerd. Ja, hij was binnenin het lijf was verwoest. Grote vaten kapot, de blaas was weg. Er was zoveel kapot dat ze eigenlijk daar helemaal niks meer mee konden. Nee, we hadden zoiets van, ja, is hij overleden? Ik zeg, is hij dood? Ja, hij was overleden. Een lieve broer, een goed zak. Als er wat was, dan hoef je maar te bellen. Wat mist u aan hem? Hij deed altijd zo als hij thuis kwam. Hij liep altijd langs het raam. Met zo'n linnen tasje had hij altijd bij hem, met spullen in zaten. En hij deed altijd zo. En een van mijn kleinzoons doet dat ook.